mooie plaat. Loop de keuze. De titel van deze plaat, Tijl. Terwijl Tijl Uilenspiegel. Veel over gehoord, maar wie het is, ik weet het nog niet. Ja. Goed, zo gaan we even verder met de volgende verzoekplaat. Die gaan we even draaien voor iedereen die meeluistert. Ook even. Hallo, mag ik even? Dus zo gaan we even verder met de volgende verzoekplaat. Die draaien we even de ronde voor onszelf hier zo. En ook even voor iedereen die meeluistert. We worden even aangeboden door Gerry, Joop en Marina. Nou, Gerry en Joop, ik heb er mooi weer opgezocht. En komt je uiteraard ook even die kant u daar. Tino, een bijzondere goedenavond, beste man. Leuk dat je er weer bij bent. Luister van ik even die kant op.
ziel in vuur en vlam. Als ik naar jou kijk, werd dat verdovend. Vanaf dat ik jou ooit tegenkwam. Zie wel duizend lichtjes in je ogen. Stralend als de allermooiste ster. Raak in jou steeds weer opgetogen. Door jou voel ik mij een miljonair. Want jij bent met goud niet te betalen. Mooier dan de grootste diamant. Ik zal in jouw blik blijven verdwalen. Zweven naar het onbekende land.
De volgende plaat gaan we even draaien voor iedereen die op de woensdagavond luistert naar Radio Atletico.
voor mij zal kiezen. Je gaf me al die jaren hoop. Nu zal je mij toch echt verliezen. Mijn liefde die is niet te koop. Het leven is veel meer dan een paar jaren. Blijf daar. De mooie plaat van Jannes, dacht ik zo, de luisterverdiende. Goedenavond. Ik ben nog steeds even verbonden met de zender Atletico hier. Harry achter de micro. En we gaan gewoon even verder met de volgende verzoekplaat. Dat moest een plaatje wezen van Marco de Hollander. En die gaan we ook even draaien voor Corrie doorheen, voor Patrick en ook even voor Team Best Hits. En wordt even aangeboden door Robertino. Wilde graag een plaatje horen van Marco dus. En met dit titel van de plaat bij jou in je hart. Nou, Robertino, ik heb er even een ander voor opgezocht dat ik niet erg vind. Ik hoop dat het te goed om is. Gaan we even doen met de mooie, supermooie plaat van Marco de Hollander. Die we al heel lang niet meer hebben gehoord. En het is toch een klein beetje Marco de Hollander zoals je hem horen wil. Dus ook de mensen in de chat door die langzamerhand richting de vierkante meterbak gaan. En dikke wel te rusten. Bedankt dat jullie er weer bij waren. En wat mij betreft tot de volgende week maar weer, indien het mogelijk is, toegeladen wordt. Dus even de volgende plaat van Corrie Rowena, Patrick en Team Best Hits, aangeboden door Robertino.
En gaan we doen met de mooie plaat van Marco de Hollander. Met twee hele bekende schoenen en zoenen. En komt hij even die kant uit. Het feest is al begonnen, de obers draven rond. Zie uitgelaten mensen een glimlach op hun mond. Maar dan zie ik jou daar zitten, je huilt en zit zo stil. Ga naar je toe en fluister dat ik je troosten wil. Steeds aangeboden door Robertino. De volgende plaat die wil ik even speciaal draaien voor DJ Kevin, ook even voor Blondje, voor Brigitte, en ook even voor Dennis, en ook even voor DJ Joop, en natuurlijk ook niet te vergeten onze Heino en Diana. Die er toch altijd ook weer trouw bij zijn. En natuurlijk ook onze Robertino. Hij is er wel. Je ziet hem niet. Maar goed, ik heb er een mooie plaat voor opgezocht. Komt hij even aangebonden door Studio 1. Goedenavond.
ia-ia-ho. Ia-ia-ia-ho. Ia-ia-ho. Ik ben nog steeds verbonden met de zender Atletico hier op de woensdagavond voor u, door u en met u. Dat alles via www.bestehits.nl. Het station waar muziek in zit. Ik ben helemaal klaar met jou. Er valt niets uit te leggen, dus verdwijn maar. Niet de grootste, maar zeker wel de gezelligste. Natuurlijk voor, door en met de luisteraars. En natuurlijk hebben jullie inspraak via de chat op www.bestehits.nl. Ik ben blij dat je gaat.
jullie stem zetten wij om in muzikale klanken. www.besthits.nl. Goed, Harry, draai maar even een hele mooie plaat terug voor Robertino. Wordt even aangeboden door de Pipo, Gerry en Marina. Ook Robertino, ik heb er een mooie voor opgezocht. Een stukje terug in de tijd, ik weet dat de Pipo dat mooi vindt. Dus uiteraard ook even richting de Veluwe door zo. Luister gezellig mee, komt de plaat even die kant uit. Dus even speciaal voor de Robertino, aangeboden door de Pipo, Gerry en Marina. En komt de plaat die kant uit. Is ook zo'n hele mooie ouwe, hè? Goede luistervrienden. We hebben hier nog een... Oké, Robertino, je vraagt net met de valreep een verzoekje aan. Ook een bijzondere mooie oude plaat. Die gaan we dan ook zeker nog even draaien. Daar ging ik op school. Nog twee verzoekjes op de rol hier zo, de luistervrienden. En dan hebben we nog een klein huishoudelijke mededeling... En dat gewoon doen met een polka uit de Veluwe. Waar ik graag in wil. Ja, dat is waar ik in. En dan komen we weer zo langzaam aan richting het eind van het programma aan deze kant. Luister vrienden, vanavond is ook weer niks. En dan begint de baas weer te rammelen aan de wekker morgen vroeg. Dus dan mogen we weer richting de Jordaan, hè. Naar de Big City, ja. Maar goed, dat duurt nog wel even, dacht ik zo. Een uurtje of 8, 9, ja. Het is zo mooi daar.
bij ons. Voor de volgende verzoekplaat die we zo meteen even erbij gaan zoeken is een plaatje speciaal voor Brigitte. Vraag hem ook even aan. Gaan we dat ook even doen met een mooie plaat van Tino Martin. Later, als ik groter ben, nog groter. Dan maak ik wel een uur met een open dak nemen. Hè. En dan, als luck was, not least, de mooie plaat die aangeboden wordt door Robert Tino. Voor Corrie, voor Patrick en ook even voor de Pipo. En dat gaan we dan doen met de mooie plaat van het sneeuwbaltrio. De tweede topper die ze ooit hebben uitgebracht, jaren geleden. Ademen, kleine Paloma. Gaan we er ook even bij zoeken hier zo aan deze kant. Dus iedereen alles van de luistervrienden. Die knallen we er dus nog even overheen. En dan even de polka's daarachteraan ter afsluiting. En de huishoudelijke mededelingen. 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 Dus bent u benieuwd wat die huishoudelijke mededeling inhoudt, dan moet u nog even bijblijven. En dan ben je zo meteen weer volledig op de hoogte. Hè? Wat er nog op de valreep van het jaar 2016 gaat gebeuren, wat u wordt aangeboden door bestehits.nl. We zijn niet voor en niet tegen, niet goed en niet slecht. Niet links en niet rechts, maar wel altijd gelijk. Aan de bar lekker lullen, van je hamburger smullen. Waar we allemaal komen, of je arm bent of rijk vrijgezel. Jonggezin, postkantoor, kom erin. Dus we heffen het glas op wat is en wat was. We zijn allemaal mensen, soms groot en soms klein. Graag in het postkantoor zijn. We zijn niet meer en niet minder, apart of bijzonder. Niet donker of blonder, hier zijn is geen straf. Laat het bier nu maar stromen en de gasten maar komen. Op zaterdagnacht gaat het dak ervan af, Grand Café. Terras, postkantoor, geef maar gaan. Dus we heffen het glas op wat is en wat was. Met je buik net te dik en je beurs net te krap. Goede mensen, ik heb inmiddels de verzoekjes erbij gezocht hier zo. Dus daar gaan we ook even gauw mee starten. Dus de volgende plaat, neem de speciaal draai voor Brigitte, die je me aangevraagd hebt. Komt je ook even die kant op. Gaan we doen met de mooie plaat van Tino Martin. Later, als ik groot ben. Laat
nu later. En om mij heen is alles veranderd, maar ik ken die jongen nog. Het is nu later. 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 Dus luisteraars, de laatste verzoekplaat die we gaan draaien hier zo. Die gaan we draaien speciaal voor Corrie, voor Patrick en nog even voor de Pipo Radio. En natuurlijk voor Gerry en Marina. Wordt hier aangeboden door Robertino. Moesten we even doen met de bijzondere mooie plaat van destijds. Gaan we doen met de plaat, het Sneeuwbaltrio. Met natuurlijk, hoe kan het anders, het nummer 2 geluid van het Sneeuwbaltrio. De bruiloft van Kleine Paloma. In de donkere tropennacht trekt de klippen Mohara een zilveren spoor door de oplichtende golven van de stille Zuidzee. De koers is uitgezet en een zwakke bries stuurt het schip langzaam naar zijn einddoel. Het eiland van Kleine Paloma. Op het achterdek leunt een zeeman tegen de verschansing. En uit zijn accordeon komen weemoedige wijsjes die in de stille nacht ver over het water wegklinken.
slechts een droompaloma. Door mijn belangen vrijgemaakt. Mijn schip zet koers op jouw paloma. En ik zal weten of ik uit een droom ontwaak. Goedenavond, de luisteraars. Hallo. In Silletaal. Goede luisteraars, ik kreeg net weer een seintje. Ik mag geen huishoudelijke mededeling doen. Nou, dan maar net, hè. Dus in ieder geval weer wat in de pen hier zo aan deze kant. Dus blijf erbij, blijf u ons volgen. Ik heb allemaal dingen nodig, dacht ik zo, hè. Als je dan dit aan het draaien bent, dan val je weer even in vroegere tijden, hè. En toen klonk het zo, hè. Een grote forse zeeman en een blond kind van de Rijn. Die gingen allebei onbekend naar het Zielertaal, heel klein. Daar leerden zij toen elkaar kennen. Maar goed, luister vrienden. Je moet er weer langzamerhand een eind aan breien, hè. Een breieind noemen ze dat, hè. Man weer richting de Big City dus. Het was in Zielertaal. Maar goed, de laatste verzoekplaat hier op de valreep. Net voordat ik de verzoek zelf bijna uit wilde drukken. Kwam er nog een verzoekje binnen. Wordt even aangeboden door Gerda. Er zal eens niet zo wezen van die Benny, hè. Die zal wel weer liggen te pitten, hè. Al de knarren, hè. Met hij met die gepensioneerden, hè. Hij moest terug naar zee en zij naar Kun aan de Rijn. Moesten we even draaien voor Harry en Brigitte. En kijk maar even bij de van Maakt. Dacht, als het maar een plaatje van het sneeuwbaltrio is, hè. Nou, ik heb er een mooi voor opgezocht, Gerda. Natuurlijk ook een kleine beertje natuurlijk, een beetje aan die kant, hè. Geluk, dat ik had eigenlijk in de gedachte, ik heb een hondje dat ik Casey wil draaien. Maar goed, laten we dat maar niet doen, hè, met die pitbulls door in de buurt, hè. Oven, hij dacht aan Melanie, te midden van woeste storm. Dat gaan we even doen met de mooie plaat van het sneeuwbaltrio, de FM-piraat. Het was in Zielertaal. In het mooie. En dan knallen we ook de slotpolka erachteraan. Is het echt gebeurd hier aan deze kant, hè? Al voor de allereerste keer. In ieder geval in de maand december staat er nog weer wat er gebeurt hier zo. Dus, dan houd het maar even in de gaten. Zo zijn. Probeer alles even punctueel te regelen hier aan deze kant. En dan vooral het vrijgeven, hè? Dus zodoende. Ook Robertino nog even bedankt namens de Pipo voor de mooie plaat die je hebt aangeboden. Hij sprong snel op de eerste trein en ging naar Köln am Rijn. Hij
Goed, Gerda, knal de plaat even erin. Komt hij die kant uit. En nog even bedankt namens de studio hier zo. Een bijzondere goedenavond. Hij is een piraat, draaiend op de FM. Als hij in de lucht is, dan hoort iedereen zijn stem. Hij is een piraat, zat nog nooit in de klem. Hij is een piraat, een eterpiraat, draaiend op de FM. Hallo luisteraars en amateurs, u bent weer verbonden met Atletico. Hij woont in ieder plaatsje, hij zit in elke stad. Men jaagt hem en men peilt hem, maar nimmer is hij zat. Hij weet dat heel veel mensen hem zoeken aan de band. Veel mensen die ook houden van de taal van Nederland. Hij is een piraat, draaiend op de FM. Als hij in de lucht is, dan hoort iedereen zijn stem. Hij is een piraat, zat nog nooit in de klem. Hij is een piraat, een eterpiraat, draaiend op de FM. Want hoor je 1, 2, 3 of 4, vol met muziekverstand, dan denk je, is dat Hilversum of is het Engeland? Draai 1, 2, 3 en 4 voorbij, dat is de beste raad. En als je dan weer Hollands hoort, dan is het een piraat. Hij is een piraat, draaiend op de FM. Als hij in de lucht is, dan hoort iedereen zijn stem. Hij is een piraat, zat nog nooit in de klem. Hij is een piraat, een eterpiraat, draaiend op de FM. Goede luisteraars, een bijzondere goedenavond. Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. De tijd van komen is gegaan, de tijd van gaan is gekomen. Ik wil u natuurlijk allemaal vriendelijk bedanken voor het erbij zijn vanavond, voor de complimentjes, de spontane sportieve reacties vanaf jullie kant. Maar het klokje van gehoorzaamheid, dat begint weer langzamerhand te tikken hier zo. Dus we moeten er weer mee stoppen en sluiten. Het laatste rondje, de kroeg gaat sluiten. Natuurlijk wil ik iedereen vriendelijk bedanken. En wat mij betreft tot de volgende week maar weer. Om en bij de klok van 7 uur woensdagavond. Kom drink het laatste glas met mij. Ook Gerda en Benny doet de kalm aan die kant. Dikke wel te rust ook Joop, Gerry en Marina natuurlijk. Ook Blondje, ook Dennis, DJ. Joop natuurlijk, Heino en Diana. Ook Rob, Tino, allemaal mensen vriendelijk bedankt voor het erbij zijn van weer voor vanavond.
De verloop van deze plaat schakel ik over naar de jukebox. Ik wens u een welterusten en tot de volgende week maar weer. Gegroet en tabé. Mensen die naar huis toe gaan, maar ik kan jou nog even tegen en vraag je kijk me zeven aan. Kom drink het laatste glas met mij.